meer geld verdient. Salam alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En vandaag ben ik opgestaan en ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat voor magische effect het heeft gehad. Maar ik ben om 4 uur geslapen. Ik werd om 9:30 klaar wakker. En mijn pijn in mijn schouder die is veel minder. Gewoon kijk, ik kan weer gewoon, weet toch normaal, bewegen. Ik moet niet gaan overdrijven. Ik heb wel gemerkt dat als ik een beetje te veel ga bewegen, ik krijg de neiging om veel te gaan bewegen. Snap je, dat ik de afgelopen dagen een beetje geblokkeerd was. Dan voel ik hem wel meteen. Bijvoorbeeld nu voel ik hem wel weer. Ik moet gewoon rustiger aandoen. Veel rust pakken. Chillende, dat heb ik vandaag ook gedaan. Ik heb chillende 2 vlogs geëdit. 2 vlogs die staan gewoon ready. 4 uur en 7 uur gaan ze online komen. Gewoon helemaal klaar. Nu ga ik naar buiten, broeder van een andere moeder. En zijn mede super Marokkaan. Die zijn ergens op me aan het wachten. Dus ik moet even snel die kant op bewegen. Dus ik zeg, laat het maar beginnen. En ik zeg volg. Roya, ik heb geschoren. Yes. Ik ben nu in de Sligro. Voor de mensen die niet weten wat de Sligro is. Sligro is een plaats waar je kan komen als je zeg maar een eigen bedrijf hebt. Dan kan je hier zeg maar spulletjes halen. Ja. Toch? En nu ga ik even een paar spulletjes hier halen. Want hij heeft zojuist zijn eigen bedrijf geopend. Nee, die had ik al, daar niet van. Maar nu heb ik eindelijk zo'n Sligro pas aangevraagd. En die heb ik nu gekregen. Dus we gaan even kijken wat ze hier hebben. Eén betalen? 3 halen, 2 betalen. Ja, ik weet, maar ik hoef niet er zoveel. Zegt die Sammy, komt hier net. Ik heb een heleboel aardjes gekocht, gewoon voor thuis. En een heleboel laaien. Mensen, dat ik jarig ben. Ben je jarig? Jarig mensen. Ben je jarig? Ja. Alsjeblieft. Oh, lacht, je hebt net al eentje gehad. Samir is jarig, jongens. Ze gaan nu allemaal naar zijn Instagram. @Samir. Of nee, @supermarokkaan95. Feliciteer hem allemaal voor mij, wanneer jullie dit zien. Waarschijnlijk is het al een dag te laat. Sammy, heb je een nieuw Gucci pet? Ja man. Alles eraf? Of mogen ze... Ja, haal eraf. Geef hem mee. Zo, mag ik hem opdoen, Sammy? Je mag hem opdoen voor mij. Oké, dan ga ik hem opdoen. Wat hè? Ik moet hem gelijk al teruggeven. Wat is er, Lan? Laat hem op de vlog, man. Hij is elke dag in de vlog, hey, deze. Kom. Hé, Matty, kom. Ik dacht kom. Dat ik een klein hoofd had. Kom, maar goeie, kom. Hij is geen goeie, hij is een Turk. Hé, Abi, kom. Kijk, hij wil op de vlog. Laat hem op de vlog. Abi, een napio, laat hem op de vlog. Abi! Romeisa, een napio, abla. Romeisa. Als je mama ziet, zegt te gaan, even gaan alleen naar de park. Mag niet. En wij gaan naar heel dat ding zoeken. En Lorena vond dat hij bij de park was. Mag echt waar? Oh, ik ga het geel broer zeggen. Nee, wij moesten maar even zoeken. Maar ja mensen, eerlijk Samir. Ja. Die Gucci pet staat mij veel beter dan bij jou. Ja, wat wil ik kopen, meisje? Stis. Mensen, wat zeggen jullie? Gucci pet halen? Ja of nee? Gooi je blauw duimpje omhoog als ik een Gucci pet moet halen. Ja. Dan haal ik eentje jongen, want ik zie. Zo. Ik begin ervan te stotteren jongen, zo. Staat nu wel. Volgens mij ben je hem nu kwijt Samir, deze Gucci pet. Hij is mooi, zacht. Maar waar heb je die gehad? Via? Broer, ik heb deze gekocht bij Credo daarnet. Twee barkie. Oké, nu even serieus Samir. Waar heb je hem gehaald? Als je die camera uitgooit. Samir, je bent jarig hè? Als iemand geld voor me heeft... Als iemand geld voor me heeft, stort het naar mijn rekening. Wat zeg je allemaal? Doe je allemaal gozer? Ik ben jarig. Wacht. Ik heb honger, ik heb zin in een broodje vis. Kijk eens mensen, broodje zalm, portie kibbeling en een portie lekkere garnalen.
Maar we gaan er weer vandoor. Het is een beetje te koud, man. Ik had de vest meegenomen, maar die is vies. Dat komt ervan als je zomaar een vest pakt. Zonder te kijken hoe en wat. Meer. Yes, mensen, het is weer eens avond. Waarom ben ik altijd wazig in het donker? Waarom kan die ding niet op mij focussen gewoon? Maar goed, ik ben net weer eventjes gaan tillen de hele tijd. Wees niet bang. Gelukkig niet met mijn rechter schouder. Gewoon een beetje met mijn linker, weet je, toch een beetje tillen, een beetje heen en weer sjouwen. Al die spullen uit het balkon en zo. We hebben de hele balkon net leeg geruimd. Alles hebben we neergezet voor grofveld. Dat komt morgen langs. Grofveld, dat is zeg maar wanneer je rotzooi bijvoorbeeld, zoals ik heb bijvoorbeeld Luxeflex wat ik weggooi, laminaat wat ik weggooi. Dan bouw je grof vuil, snap je? Dat past niet in een vuilniscontainer. Zij komen dat dan ophalen netjes. En ze gaan dat weer recyclen of weggooien of iets. Kan je gewoon bellen, kan je afspraak maken met jouw gemeente. En ze komen morgen, dus het staat nu voor de deur. Alles naar beneden gebracht. Nu even weer naar de avondwinkel, even een paar dingetjes halen voor thuis. Mijn moeder die is bezig in die andere kamer. De laatste paar dingen even opruimen. Je weet hoe Marokkaanse moeders zijn. Die moeten altijd alles schoon hebben, weet je. Die kunnen niet met rotzooi leven. Dus die is nu op dit moment... die andere kamer lekker aan het opruimen. En dan is het huis bijna klaar. Ik zag vandaag nog onze chef, de Bulgaar. Even met hem gepraat, dit en dat. Mijn neef Issy wil misschien ook wat in zijn huis doen. Mijn buurman. Weet toch, ik heb tegen die Bulgaar gezegd, luister. Maak voor mij eens een mooie prijsje. Ik ga goed voor jou zorgen. Gewoon alsof je mijn kind bent. Ik kreeg gewoon alles voor jou. Eten, drinken. Als je wat wil roken, alles. Ik fix voor jou mensen. Ik zorg ervoor dat jij gaat overleven. Dat komt goed. Dus even naar de avondwinkel. En dan heb ik zo wel even een leuk verhaaltje voor jullie over MCN's en strikes. Dat is wel echt iets waar jullie op hebben lopen wachten. Dus volg. Wauw mensen. Ik was in slaap gevallen toen ik thuis kwam. En jullie willen nu niet weten wat voor donder en bliksem en dinges ik allemaal hoor, jongen. Het is niet normaal. Ik heb zo lang geen bliksem en donder gehoord. Het regent als een gek, jongen. Kijk maar. Niet gezond dit, jongen. Zo. Goed, ik weet dat ik niet veel heb gevlogd gisteren. Toen ik thuis aankwam, ben ik meteen in slaap gevallen. Ik ben nog eventjes wakker, zoals jullie net zagen, vanwege die bliksem en donder. Maar voor de rest heb ik niet veel verteld. Ik ga even wat vertellen over MCN's en strikes en dat hele gedoe wat er achter YouTube zit en achter een YouTuber zit. Dit is trouwens mijn silver play button. Die is van mij. Nou ja, dit is een Luxeflex, die is van mijn muur afgevallen alweer. Dus ja. Maar goed, even het verhaal. Het verhaaltje, wat is nou precies een MCN? Ik heb het gevoel dat veel YouTubers over MCN's praten en over YouTube in het algemeen, maar nooit echt inhoudelijk op die zaken ingaan. Want ik heb gemerkt dat hier in Nederland hangt er een soort van een sfeertje, een cultuurtje bij de YouTubers dat je niet hoort te praten over dat soort dingen. Dat soort dingen zijn privé en moet je voor jezelf houden. En ik ben hier gewoon om met jullie open kaart te spelen. Zodat jullie precies snappen en weten wat ik bedoel met een MCN en met strikes en met in ieder geval dat soort dingen. Laten we beginnen. Wat is een MCN? Een MCN is eigenlijk gewoon een bedrijf. Een multimedia media management bedrijf. In ieder geval wat zij dus doen voor de YouTuber is... Zij faciliteren dingen. Dus zij regelen bijvoorbeeld voor een greenscreen, voor opnameapparatuur. Daarvan kan je gebruik maken. Dat is dan bij hun daar op kantoor. Misschien mag je het zelfs meenemen. Ligt eraan wat voor band je hebt met dat MCN. Met die MCN. Ze regelen voor jou campagnes, zodat je meer geld verdient. Weet je? Ze zorgen voor dat merken kunnen koppelen aan YouTubers. Zodat YouTubers nog meer geld kunnen verdienen. En zij zorgen ervoor dat jouw kanaal geoptimaliseerd wordt. En wat bedoelen ze met optimaliseren? Dat je bijvoorbeeld een banner hebt. Dat je stijl van je kanaal er goed uitziet. Dat je video's makkelijker bij aanbevolen video's staan. Dat is ook weer een systeem wat allemaal werkt bij een media management bedrijf. Bij zo'n MCN. Ze hebben allemaal YouTubers onder zich. En dan zorgen ze ervoor dat die YouTubers, wanneer je zeg maar een video kijkt van die, dat je dan gelinkt bent bij die. En die weer bij die. En dat je dan... Als je op YouTube een filmpje kijkt, dan denk je alleen maar van ik kijk een filmpje. Maar aan de zijkant staan een heleboel andere filmpjes die je ook kan klikken. Die staan daar niet zomaar. Dat is allemaal met het systeem is dat zo gewerkt. Dus ook bijvoorbeeld als je, stel je voor, hè, je kijkt een heleboel van mijn vlogs. Dan is het vaak zo dat je waarschijnlijk ook vaak aan de zijkant Nessim Nagy's vlog ziet staan. Niet dat wij bij dezelfde MCN zitten of iets. Maar gewoon puur omdat het een soort van gelijke content is. Snap je? Het zijn allebei vlogs, allebei
You know, weet je? Dus YouTube heeft een hele systeem erachter. En ik hoef volgens mij niet meer uit te leggen hoe het precies werkt met views en alles. Maar doe ik toch heel even kort. Hoe verdient een YouTuber geld? Bedrijven die kopen advertenties in op YouTube. Voordat je op je filmpje klikt, krijg je meestal een advertentie. En tegenwoordig na 10 minuten kan je zelf die midrolls toepassen. Dan komen niet altijd komt er dan een video van 30 seconden langs. Of dat je na 5 seconden kan wegklikken. Af en toe krijg je zo'n pop-upje zo erop. Zo, pssst, en dan kan je wegklikken gewoon met een kruisje. Dan zie je er niks meer van. Weet je, advertenties die kopen, bedrijven die kopen advertenties in bij YouTube. Bijvoorbeeld Hugo Boss, Nike, verzekeringen, verschillende instanties doen dat allemaal. Die kopen advertenties in bij YouTube en dan YouTube pakt daar een bepaalde percentage en die geeft dan weer een bepaalde percentage aan de YouTubers waarop die video's, zeg maar, waarop die advertenties komen op diegene zijn video's. Ja, dus dat duidelijk. Een MCN, waarom zou je ten eerste bij een MCN gaan? Nou, zoals ik hiervoor al zei, ze hebben een heleboel dingen die ze voor jou kunnen regelen. Wat wil een MCN terug? Een MCN gaat nooit bij zichzelf denken van, joh, ik wil een heleboel dingen voor jou regelen en ik wil er niks van terug. Nee, waarschijnlijk is het meestal zo dat bijvoorbeeld als zij een campagne binnenhalen en zij koppelen die met jou, dan pakken zij een bepaalde percentage daarop. De maandelijkse views hoeft niet per se bij elke YouTuber zo te zijn, maar bij mij was dat wel zo. Dus dan heb je tot een bepaald aantal views per maand, dat is allemaal van jou en alles daarboven split je naar 50-50 of zoiets, of 60-40 of 70-30. Kijk, ik 2 jaar geleden toen ik begon met YouTube, dacht bij mezelf van, ja, weet je, een MCN, ik had geen verstand, ik was op Facebook begonnen en ik dacht van, weet je wat, ik ga ook op YouTube starten. En ik verdiende nog helemaal niks met YouTube. En opeens kwam een MCN, die heet Mediakraft. Die zei van, yo, vind je de content tof? Kom een keer bij ons langs. Misschien ben je wel geïnteresseerd in dat. En ik dacht van, wauw, Mediakraft, weet je. En ik was echt zo van, wauw, daar zit Defano. Daar zit volgens mij Kelvin. Een heleboel grote YouTubers die zitten daar, weet je. Dus ik dacht van, wauw, het is een eer als ik daar ook bij kom. Dus ik daar naartoe. Ik was 18 jaar, ik kom daar binnen. Hey, ik ben mijn domme hoofd gelijk. Ja, tekenen, tuurlijk, kom maar hier, een contract alsjeblieft. En wat wij hadden afgesproken is letterlijk gewoon dit. Voor een campagne was het 70-30. 70 voor mij, 30 voor hun. En wat betreft views, was tot €250 per maand, was voor jou. Alles daarboven is 50-50. Oké, wacht. Op dat moment verdiende ik nog helemaal niks. En ik had niet eens een Google AdSense account. Ik wist helemaal niks gewoon. Snap je? Dus ik dacht van, wauw, ik ga gewoon tekenen, bababab. 2 jaar contract. Zit je aan vast, kan je niet zomaar weghalen. Snap je? Het is niet zozeer dat zij mij in de val zo hebben gelokt, tuurlijk niet. Het is gewoon, je hebt zelf het contract getekend, jij wist van niets beter. Maar dat is wel iets wat vaak bij MCN's gebeurt, weet je. MCN's die spelen vaak in op de onwetendheid van de YouTuber, weet je. Er zijn een heleboel YouTubers, die zijn nog onwetend en ik was dat ook 2 jaar geleden. En daarop kunnen ze inspelen en hun jou binnenhalen, zodat zij natuurlijk... Ja, ik bedoel, als je aankomt bij een bedrijf en je zegt van ik heb deze YouTuber onder me. Dan denkt het bedrijf van wow, die gaat even, weet toch, even investeren in dat ding, weet je. Om er wat uit te halen. Goed, ik getekend 2 jaar. In het begin, weet je, dacht ik bij mezelf van oké, ik verdien niks. 200, 300, maakt niet uit. Maar op een gegeven moment, als het balletje begint te rollen en je begint steeds meer te verdienen. Dan zie je dat die hap die ze op een gegeven moment nemen... veel groter wordt. En wat ik al zei, van ze faciliteren dingen, ze regelen campagnes. Nou, heb ik het geluk gehad dat ik zeg maar in de top 10 stond van die YouTubers die bij die MCN waren aangesloten. Dus dan krijg je makkelijker campagnes naar je toe gelokt. Dan stel je voor, als jij een andere YouTuber was en je had veel minder abonnees en veel minder views, word je helemaal ondergesneeuwd door al die grote YouTubers. En dan krijg jij nooit campagnes en dan zit je daar... eigenlijk voor niks. Maar op een gegeven moment begon ik zelf apparatuur te halen. Zelf in mezelf te investeren, weet je. Laptop hier, dingen daar, papapap. En op een gegeven moment denk ik van, oké, maar die faciliteiten die ze aanbieden, daar heb ik eigenlijk niks aan. Want ik heb dat allemaal al. Snap je? En samenwerkingen met andere YouTubers, dat kan je zelf doen. Je kan zelf een YouTuber benaderen van, yo, wil je samenwerking aangaan en klaar. Snap je? Dus op een gegeven moment had ik eigenlijk niks aan een MCN. Niet per se die MCN, maar ik had eigenlijk op dat moment niks aan een MCN. Maar ik zat daar nog een lange tijd, snap je? Dus ik had een contract en daar kan je niet 1, 2, 3 onderuit komen, snap je? Dus op een gegeven moment die hap die ze maandelijks van mij pakte, dat was gewoon groot. Groot in de zin van veel.
Veel, als je nou op een gegeven moment. Het is moeilijk. Even een rekensomtje. Stel je voor, ik zeg niet dat het echt zo is, maar stel je voor. Je hebt 2000 euro. 250 euro is van jou. 250 euro stop je in je zak. 1750 euro is er over om te verdelen. 1750. Nou, doe je even 1000 en 750 apart. 1000, dat is 500 voor jou. Stop je bij die 250, heb je 750. Heb je nog die andere 750, deel je door 2, zit je op 375 uit mijn hoofd. 375, tel je op bij die 750, zit je op 1125. Je had eerst 2000 euro en dan heb je opeens 1125. En wat heb je ervoor terug? Niks. Helemaal niks. Maar toch, snap je? Dus zo verdient een MCN geld en halen ze YouTubers binnen. Vooral jonge YouTubers die niet veel van YouTube af weten, daar spelen ze zeg maar op in. Nu is het zo dat ik afgelopen maand bij de MCN weg ben gegaan. Gewoon puur omdat het contract is voorbij en klaar, we hebben elkaar niks meer te bieden. Het is niet dat we ruzie hebben of iets, gewoon ja, gewoon klaar. Ik ben op zoek naar iets nieuws, weet je. Of ik dacht eerst bij mezelf, weet je wat, ik ga op mezelf. Want ik heb niet een MCN nodig die voor mij campagnes binnenhaalt. Ik ben nu met een andere, ik werk met een andere partij die dat heel goed voor mij kan doen. Die ook heel goed voor me zorgen. En die altijd voor je klaar staat, weet je. Het is ook een wat kleinere groep die zich makkelijker kan focussen op jou. En daar ben ik heel blij mee. Dus eigenlijk had ik hun niet zozeer nodig. Dus ja, dus waarom zou ik bij een MCN gaan zitten? Dus dan kan je bij jezelf als YouTuber, weet je. Als jij weggaat en je hebt geen... Net als een voetballer. Als je bij een voetbalclub een heel goed seizoen hebt gedraaid, je hebt veel gescoord, dan stijgt jouw waarde. Dus dan is jouw waarde veel hoger en dan kan je hogere eisen stellen aan wat je gaat verdienen. Hetzelfde werkt met een YouTuber. Ik ben nu weg bij een MCN en nu zijn er een aantal MCN's die wel geïnteresseerd zijn. Nu is het voor mij nog even kijken welke MCN ik ga... Welke ik bij ga aansluiten. Of misschien zelfs helemaal niet. Weet je, misschien heb ik ze helemaal niet nodig. Maar dat is het nou juist. Weet je, vroeger als je jouw geld bijvoorbeeld van YouTube verdient, dan gaat het eerst naar hun toe, naar die MCN. Zij pakken hun deel en zij storten de rest naar jou. Nu is het gewoon allemaal direct naar jou. Ik hoop dat het een klein beetje duidelijker is geworden wat betreft de MCN's en dat soort dingen. Het is ook iets wat ik wil meegeven aan als je YouTube wilt beginnen. Let heel goed op jezelf. Want je zullen zien dat een heleboel MCN's op jou gaan jagen. Puur op het feit dat jij veel views pakt. En dan niet zozeer dat ze jou zo graag willen hebben omdat ze je content zo leuk vinden. Maar puur omdat ze weten dat ze met jou geld kunnen verdienen. Dus let daar heel goed op. Het is niet zo dat het bij mij is gebeurd, maar ik heb het in mijn omgeving bij een heleboel YouTubers gezien, weet je. Ik ken ook een heleboel YouTubers, we spreken. YouTubers onderling, die praten anders, weet je. Die praten over MCN, ah, fuck die, fuck dat, zo, so, weet je. Praten wat anders dan als jij bijvoorbeeld met gewoon iemand random op straat gaat praten, weet je, over MCN's. Dus, ja mensen. En nu, oh ja, het punt wat betreft strikes en zo. Dus nu ik weg ben bij die MCN, zij hadden ook nog eens de beschikking op, over een heleboel liedjes. Weet je, ze hadden een audiobibliotheek. En dan mag je al die liedjes mag je er gebruik van maken. Dus als iemand copyright wil claimen op jouw liedje, wordt dat eerst tegengehouden door die MCN. Gaan ze eerst zo vechten. En dan uiteindelijk mag je toch dat liedje gebruiken. Dus ik gebruikte letterlijk alles wat ik wilde. Maar nu merk ik dat bij al die oude video's waar ik zeg maar al die liedjes gebruikte, daar worden auteursrechten op geclaimd. Dus vanaf dat moment dat zij die auteursrechten erop claimen, verdien ik er niks meer op. Maar vind ik niet erg, weet je. Er zijn nu iets van iets meer dan 10 video's of zo waar dat is gebeurd. En dan staat er gewoon van, het is niet dat je een strijd krijgt, want je schendt niet de rechten als je gewoon zegt van, ja is goed, vanaf dat moment mogen zij alle inkomsten op die video hebben. Dan is het klaar, weet je. Dat doe ik dan. Maar of wat je ook kan doen is een nummer verwijderen. Weet je, dat kan ook. Dus af en toe zul je zien bij sommige vlogs van mij, die zijn geblokkeerd geraakt zelfs, weet je. Dus volgens mij is er nog eentje die is nog steeds geblokkeerd, omdat daar een heleboel liedjes zijn die je auteursrechtelijk niet mag gebruiken als je de rechten daar niet van hebt, snap je. Dus daarvan moest ik wel dat nummer verwijderen, omdat je anders die hele vlog niet meer kan kijken. Dus dat is wat anders. Maar ik heb genoeg andere vlogs, zelfs de meest bekeken vlogs die auteursrecht opgeclaimd zijn en die laat ik gewoon zo, weet je. Dan denk ik van, pakken jullie lekker die money op die dinges. Interesseert mij niet, weet je. Dus het is niet zozeer dat ik een strijk heb gekregen, maar dat is wel iets met copyright en auteursrechten. En daar moet je nu wat meer op letten, omdat je niet meer bij een MCN zit. Dus ook weer een reden voor mij om bij een MCN te gaan. Misschien beschikken zij wel over een heleboel audio's. En ik loop veel te lang te lullen, mensen. Echt, veel te lang. Dus, ik ga de vlog hier ook afsluiten. Vond je dit een leuke vlog? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onder reacties achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd wel met een... Pow! No.
buurman.